mogelijkheden voor de rest. Misschien een flesje water om het wat draagbaarder te maken. Ik ben benieuwd wie er live meedoet vandaag. Voor mensen wakker zijn, want het regende vanochtend. Zien je bed blijven. Vandaag 400 squats in totaal, 100 push-ups en 300 buikspieroefeningen. Herhalingen, niet 300 verschillende, maar 300 herhalingen. En dat in 45 minuten. Dus we moeten eigenlijk wel zo snel mogelijk beginnen om het vol te houden. Dus even kijken of er al mensen wakker zijn. Het is rustig. Nou, ik ga toch alvast beginnen. Mensen die later instromen, laat even weten als je er bent, als je meedoet. Laat even weten of je het zwaar vindt, of je het makkelijk vindt, of je het leuk vindt, of je het niet leuk vindt. Dan kan ik daar een beetje rekening mee houden de volgende keer. Ik vind het altijd fijn om feedback te krijgen, positief maar ook negatief. Daar kun je wat van leren, toch? Ik ga beginnen met de warming-up. Voor de mensen die wel meekijken, reageer even, dan weet ik wie er kijkt. Dat is gezelliger. Oké, als allereerste de warming-up natuurlijk. We gaan in een plankpositie beginnen. Dus handen recht onder je schouders. Enkels, knieën, heupen en schouders in lijn. Dan duw je jezelf naar downward facing dog. En dan tik je met je rechterhand je linkervoet. En met je linkerhand je rechtervoet. Dan gaan we naar de plank. Dan zit dan weer. Tik, plank, tik, plank. Tik. Is lekker een warm up. Klein beetje lekker strekken. Hartslag omhoog brengen. Zodat we zometeen genoeg energie over hebben voor de rest. Dus nog 10 keer. 9. 8. 7. 6. 5. Optie is om op knieën doen. Ik denk dat je tegen deze staat dan niet echt een optie op knieën nodig hebt. Dat is net begonnen. Oké. Waarom heb je er dan een klein beetje in zitten? We hebben een hele hoop squats, een heleboel push-ups, een heleboel sit-ups. En leg extensions en side-touch door elkaar heen. Ik doe 10 rondes. En iedere ronde bestaat uit 40 squats, 10 push-ups, 10 leg extensions, 10 sit-ups en 10 keer side-touch. Ben je klaar met de hele ronde? Dan gaan we gewoon aan de volgende ronde beginnen. Dus weer 40 squats, weer 10 push-ups, 10 leg extensions, 10 sit-ups en 10 side-touches. Ze zeggen let's go. 50 squats. Goed, dan hebben we lezen. Tenen heel lichtjes naar buiten, buik aangespannen, handen voor je. 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, even checken of we natuurlijk echt live waren. Aangezien mijn vaste crew er niet bij is vandaag. En als je deze workout dan zelf thuis doet, hè, vergeet dan niet om een bepaalde manier te kunnen turven hoeveel rondes je in totaal hebt gedaan. Anders doe je misschien 11, of misschien maar 9, dan doe je het weinig. 40 squats, push-ups,
voor de push-ups en releases. Dat betekent dat je jezelf even afduwt, dat weer gaat liggen en dan je handen van de grond afbrengt. Doe de push-up, handen los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan hebben we de leg extensions. Hand onder je billen, vast je rug. 10 keer. Buikspieren aangespannen. Gaat naar rechts naar links. Krijg je nou last van je nek? Leg je over je hoofd en je pakt hem weer op. Dit is 1, dat is 2, dat is 3. Je hebt er nu al 10. Maar op die manier tellen. Is niet te makkelijk te maken. Oké, we hebben 1 ronde gehad. Gaan we naar ronde 2. Maar ik moet het natuurlijk zelf wel durven. Ik ga het tel bijhouden. Dit is best lastig. Here we go. Weer 40 squats. Ik heb je sterking vandaag? Nee, mijn fan. Acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien. 3, 4, 5,
Hij lukt dat niet, dus dat doet geen probleem. Hij is wat langer bezig met geen probleem. Maar dan heb je misschien wel een doel. Als je deze workout nog een keer doet, want dat kun je vaker doen. Dan gaat zorgen dat je hem onder de 45 minuten kan maken. Vergeet niet het kort te warmen up. Wat we deden is een kleine tempo, een klein stukje hartslag verhogen. Maar in principe zijn 40 squats ook een prima warm up. Dus warm up hoeft niet lang, hoeft niet intensief. Want dit zorgt er ook voor dat onze hartslag omhoog gaat, dat de bloeding versnelt, de kans op blessures klein worden. Dus doe je 40 squats, dan ben je eigenlijk wel warm. Vier, drie, twee, en één. Push up. En release. Gaan los. En we duwen. Nu juist de startse workout doet, is verwacht van bij jou natuurlijk. Op je tenen. De rest mag je wel knieën. Niet dat ik je kan controleren. Maar doe wat je aan kan. Dan weet je zo goed die push-ups, zou ik zeggen, doe gewoon allemaal op de knieën. Want dat zijn er in totaal 100. In hapjes van 10. Ik zit nu 104. En je voelt het al. Dan weer naar de leg extensions. Oké, 10. Voet in de lucht. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 sit-ups. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Sit-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Hou hem af, tikken. Zo. 105. Maak even een foto van jezelf in je woonkamer, dat je een workout aan het doen bent. En tag Medical Vision, Olympic Gym. Zodat, hè? Dit is niet helemaal de bedoeling. Ladies.
vlak boven de grond. Spreek je naam van naar binnen. Yeah.
als je nu gaat rekenen, hebben we er al 60 voetstappen op zitten. 60 zitten, 60 start-tijd. En 40 keer 6. Aan squats. 240 plus wat we nu aan doen natuurlijk. 36. Ik heb beweging naar de knieën en heup tegelijkertijd te laten gebeuren. Die zie je, mensen het makkelijker om te bukken. Omdat ze kiezen om hun bovenbenen en knieën te gebruiken. Maar squat, die dienen die tegelijkertijd bewegen. Je moet tegelijkertijd de buik in, inzetten. Met je borst naar voren houden. Oké. 1, 2, 3. We willen dat jij de les straks niet live, maar meedoet. Of je mijn tempo kan bijhouden, omdat ik te langzaam ga voor jou, of misschien te snel. Laat me even weten. En met die release hier, hou je heel veel druk van je handen. Je pakt tegelijkertijd even je bovenrug aan. En die is natuurlijk al gedaan 100 keer even aanspannen. Tijdens deze push-up en release heb je ook een klein beetje bovenrug gedaan. En onderrug. Met de buikoefening ook. Dan pakken we alle kanten. Een lage buikspier oefenen. Dan laat het heel aanleg weer. De rechte buikspieren. En dan de leg extensions voor. Zou je naam van de binnen, je handen om je binnen is makkelijker? Sit-ups. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Tik de zijkanten. 1, 2, 3, 4, 5 voor de schouderbuikspier. 10. Oké. Beter, dan zal ik niet af te lang. Telkwaard geweest. We hebben 7 rondjes gehad om 3 te gaan. Oké, nu vind ik het squat. We hebben al 280 squats gehad, hè? 280. We gaan nu naar de 320. Ja, echt van heel eind. Benieuwd hoe onze benen morgen voelen. Maar als je zo lekker in het zit, je houdt wat tempo, je houdt een ritme, is best volhouden. Als we nu voor een hele ronde onder de buik moeten blijven, dan gaan we nog even binnen de tijd. Laatste ronde staat het zwaarste en vermoeidheid. En 40. Oké. 320 squats, hè?
Ja, zeker. Push up met je knieën. 1. Je losmaken. 2. Links van je buikspier aan. Als je zo weg kunt. Het zonnetje schijnt weer. Wij beginnen met de shaking core. Al als ik. Zo druk is het niet meer voor mij. En het zonnetje begint te schijnen. Dan ga ik hier nog iets sporten. Leg extensions, hou op je billen, naam van de billen, kruid wel uitspannen en dan boog. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sit ups. Het is lekker op tijd. Binnen de 25 minuten.
Oké, okay, laatste 40. Als je tot zover met mijn les hebt meegedaan, dan heb je iedereen tot het einde. Al is het een duimpje, een like, een hartje, een huid, een poppetje. Maakt niet uit, een reactie is fijn. En als je dit hele eind hebt meegedaan, met tempo kunnen bijhouden. Respect. Want ik heb best wel mijn best gedaan om de snelheid erin te houden. En om het aantal herhalingen en ronden binnen de 4 minuten te houden. En dan 10 rondes. Je 4 minuten zou wel 40 minuten zitten. De les is 45 minuten in totaal. Wat een korte warm up. Als je onder de 4 minuten per ronde haalt, dan rennen we het binnen de lestijd. Dus je moet er wel tempo in zitten. Maar je zit het al bijna heel goed. Dan heb je al wat conditie in je spieren. En laten we deze laatste dan ook even samen afmaken. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Dat is 400 squats. 400 squats. De meeste bodypump lessen rond de 3, 350 ongeveer. Maar zijn andere tempo's, hè? 1. Dus die doen veel meer langzame tempo's en bottom halves. Waardoor de intensiteit met gewicht natuurlijk hetzelfde of zwaarder voelt. Dus daarom 400 moest wel lukken zonder gewicht. 500 misschien ook wel. Deken. 8, 9 en 10. 100 push-ups met release mat. Laat ze buiten nog binnen. 10 leg extensions. Ga die navel naar binnen zodat je rug dicht in de vloer blijft duwen. Dat je geen volle rug krijgt. Je buikspier aanspannen, doe het met je buik. Nee, 100 deadlifts gehad. We hebben 100 sit-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. 100 sit-ups. Check. Alleen nog de laatste 10 keer dat side. Span aan. Handen naast je. Zijkant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. 100 dat side. Gehad. Dus 400 squats, 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 leg extensions, 100 side tucks. Dat is best wel uitdaging voor je lichaam qua spierconditie. Dus misschien niet zozeer qua kracht, want het is je eigen lichaam tillen. Tenzij je bij push-ups het moeilijk vindt, bij sit-ups het moeilijk vindt. Maar de spierconditie uitdaging, net zoals je bij bodypump veel hebt. Dus mensen die vaak pumpen zullen dit makkelijk vinden. Mensen die vaak fitness doen zullen dit veel zwaarder vinden. Omdat er heel veel meer herhalingen zijn dan dat je gewend bent. Als je de workout nou straks hebt gedaan, reageer even. Laat even weten. Stuur even een fotootje in je woonkamer. Een like of alleen van het beeldscherm. Zodat we weten dat je hebt meegedaan. En geef feedback. Negatief, positief. Tot volgende week.